Gisteravond stond er weer een nieuwe aflevering van het televisieprogramma Steenrijk, straatarm op het programma. Hierin ruilden de rijke Marianne en Danielle een week van leven met Ans en Febo. Zij komt nauwelijks rond, maar kijkers reageren vooral op haar verhaal. Voordat Ans moeder werd, besloot ze om erop uit te trekken en de wereld te ontdekken. Ze bezocht ook Zuid-Afrika, waar ze verliefd werd op een man. Ans en de man deden het onveilig en later bleek Ans zwanger te zijn, iets dat ze niet had verwacht. Ze vertelde de man dat hij vader zou worden, maar die wilde er niets mee te maken hebben. Daarop besloot Ans om terug naar Nederland te gaan, zodat ze haar zoon een betere toekomst kon geven. Toen Ans terugkwam in Nederland en een bloedonderzoek onderging, volgde een verschrikkelijk telefoontje. Ze blijkt HIV te hebben. Haar zoon Thibault kwam gezond ter wereld, maar het HIV-virus neemt het leven van Ans steeds meer over. Zo heeft ze veel last van haar oog, verkalking in haar hoofd en woog ze tot een paar jaar geleden nog slechts 43 kilo. Ik had ook een kieste in mijn mond, die is gaan barsten en op mijn verjaardag zijn al mijn tanden eruit gehaald, vertelt Ans huilend. Het gaat niet goed met Ans, die ook vertelt dat ze bijna geen zelfvertrouwen meer heeft en erg afgezonderd leeft. Ik heb bijna geen vrienden. Kijkers voelen ontzettend mee met Ans. Op social media wordt er volop gereageerd op het tragische verhaal dat de alleenstaande moeder deelt. Er zijn zelfs kijkers die zich willen gaan inzetten om Ans en Thibaut de hulp te geven die ze nodig hebben.